op zo'n moment dan denk ik van, ja, dat is gewoon mooi. Daar hebben we een mooie taak op gewonnen. Je staat niet graag met pech of schade langs de weg. Maar als het dan toch gebeurt, ben je blij als een berger je uit de brand komt helpen. Dit zijn de puinruimers. De bergers Prins en Ricardo hebben vandaag een bijzondere klus op de A15 bij Rotterdam. De melding die wij kregen op de A15, dat betrof een ongeval. Ik kwam aanrijden en ik dacht van, hoe kan diegene dat op de vangrail gekregen hebben? Hij is 2 keer over de kop geslagen op de vangrail. Rijkswaterstaat stelt voor om de auto met een kraan van de vangrail te halen. Maar daar wil Ricardo niet op wachten. Ik ga het even omrijden en dan ga ik hem zo van achteren pakken. Of dat de kraan niet is, dan duurt hij weer. Er kon een kraan komen, maar dat zou minstens een kwartier duren. Ja, daar hadden ze geen zin in. En het was ook totaal onnodig. De auto kon je zo van de vangrail afscheppen. Ricardo houdt wel altijd van de spectaculaire dingen om te doen. Hij is echt een hele grote fan van takelporno. Ik ben ook gewoon omgereden. En de weg is daar ook afgesloten door Rijkswaterstaat. En daar heb ik gewoon de auto opgetakeld vanaf de vangrail. En dat was voor de rest gewoon een goede samenwerking. Rijkswaterstaat denkt altijd dat ze wel een oplossing beter weten, maar terwijl wij de bergers zijn, dus wij weten wel of het wel gaat of niet gaat. 9 van de 10 keer is ons idee toch wat slimmer of beter. Ja, wij doen natuurlijk heel dag berging uitvoeren, dus ja, we weten geen moment waar we mee bezig zijn. Hey, als je hulp nodig hebt, moet je roepen. Terwijl Ricardo de auto van de vangrail afhaalt, bergt Prins de andere 2 voertuigen die bij het ongeval op de A15 betrokken waren. De eerste auto kon ik zo de bak opleren. De tweede auto die kon ik in mijn lepel zetten en die kon ik zo meenemen naar de zaak toe. En dan kon ik de personen kon ook allemaal mee. Dit was een hele mooie bergingsklus, maar natuurlijk omdat er geen slachtoffers waren. En dat geeft je nog een betere gevoel. Het mooie van dit beroep is dat je toch de mensen weer 9 of 10 gewoon netjes op weg kan helpen. Soms moet je daar zelf een beetje creatief bij nadenken. Wil je meer zien van de puinruimers? Abonneer dan op het YouTube-kanaal van De Telegraaf.